Welkom op Antarctica, dames en heren. Antarctica, het meest extreme continent dat we hebben op onze planeet. Het is natuurlijk de koudste plek op aarde. En iedere winter daalt de temperatuur daar vaak in het binnenland tot 80 graden onder nul. Maar niet alleen dat, het is ook nog eens een keertje de aller droogste plek op onze planeet. Droger dan de droogste woestijn. In het binnenland, op 4 kilometer boven zeeniveau, daar valt zo weinig sneeuw. Laten we zeggen, eens in de 3-4 jaar misschien een keer een centimeter of 2 centimeter. En dat is minder regen dan in de droogste woestijn in Afrika of in Australië. En niet alleen dat, Antarctica is ook nog eens een keertje het winderigste continent op aarde. Want in het midden is die ijskap 4 kilometer boven zeeniveau. En de wind die daar eigenlijk naar beneden waait over het oppervlak heeft een glijbaan van honderden kilometers lang zonder enig obstakel. En aan de kust staat op heel veel plaatsen jaarlijks gemiddeld een windkracht 8 of een windkracht 9. Een echt extreem continent dus. En de muziek die u net hoorde was van de Japanse componiste Karen Tanaka, gecomponeerd denk een jaar of 10 geleden ongeveer. En deze moderne muziek hoor je niet elke dag op tv of op de radio of op Spotify. Het is er waarschijnlijk wel te vinden, dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar die brengt mij toch helemaal in die sfeer van Antarctica. En die wereld van sneeuw en van ijs. Waar ik een aantal jaren geleden ook geweest ben om onderzoek te doen. Daar ga ik straks wat meer over vertellen, over dat onderzoek. Maar waarom hebben we eigenlijk poolgebieden op onze aarde? En waarom zijn die poolgebieden van onze aarde eigenlijk zo koud? Dat heeft in essentie te maken met het feit dat de aarde een bol is. En die bol die staat gericht naar de zon. En de zonnestralen die verlichten die bol. En de tropen, ja, die staan bijna loodrecht op die zonnestralen. En de poolgebieden, daar scheert het licht eigenlijk rakelings overheen. Dus dezelfde hoeveelheid zonlicht moet op de poolgebieden een veel groter oppervlak bestralen dan de tropen. En daardoor zijn de polen veel kouder dan de tropen. En dan wordt het ook nog eens een keertje enorm versterkt doordat de poolgebieden, daar valt de meeste neerslag in de vorm van sneeuw. En sneeuw is heel wit en de zonnestralen die dan al op het oppervlak vallen, die worden ook nog eens een keertje voor het grootste gedeelte weerkaatst naar de ruimte toe. En zo koelen de poolgebieden eigenlijk zichzelf. Antarctica bestaat al heel lang, maar niet sinds het begin van de aarde. Zo 50 miljoen jaar geleden, dat is ongeveer 15 miljoen jaar nadat de dinosauriërs zijn uitgestorven. Ja, toen zag de wereld er ongeveer zo uit en wat er toen gebeurde was dat het heel warm was. Er zat verschrikkelijk veel CO2 in de lucht en daardoor groeide er van de Noordpool tot aan de Zuidpool palmbomen en het was echt een heel tropische omgeving. Het was niet voor niets de periode in de geschiedenis van de aarde dat de fossiele brandstoffen zijn gevormd door veen dat verteert en uiteindelijk onder hele hoge druk onder stenen olie wordt en gas. Maar wat gebeurde daar 50 miljoen jaar geleden? Toen begon het Antarctische continent zich langzaam los te maken van Zuid-Amerika. En zo ontstond er een gat, de Drake Passage, berucht onder zeevaarders. Maar die Drake Passage die zorgde ervoor dat zowel de oceaan als ook de atmosfeer ongeremd rondjes kon gaan draaien om Antarctica heen. En langzaam maar zeker raakte dat gebied atmosferisch gezien steeds verder geïsoleerd van de rest van de aarde. En op een gegeven moment ging daar de regen over in sneeuw, toen het echt koud werd. En de sneeuw die bleef liggen. En er viel nog een laag sneeuw. En er viel nog een laag sneeuw. En nog een laag. En die lagen die drukten zichzelf samen tot ijs. En op een gegeven moment was dat ijspakket zo dik dat het een stroperige vloeistof, zou je bijna kunnen noemen, wordt. En het begon van de bergen af naar beneden te stromen. En dat stromende ijs, dat noemen we gletsjers. En die gletsjer die groeide maar door. En hij groeide maar door. En zo'n 10, 15 miljoen jaar geleden had Antarctica de vorm en de grootte bereikt zoals die nu heeft. 10 miljoen vierkante kilometer groot. Een continent net zo groot als Europa. En dan is het ijs wat daar bovenop ligt, al die lage sneeuw, ook nog eens zo'n 2,5 kilometer dik. Dus dan hebben we het over 25 miljoen
kubieke kilometer ijs. En dat is zoveel ijs, 90% van al het zoet water op aarde ligt daar, dat als je het zou smelten in een gedachte-experiment en je zou al het smeltwater toevoegen aan de oceanen, dan zou wereldwijd de zeespiegel stijgen met meer dan 55 meter. Zover is het nog niet, mensen. Gletsjers en ijskappen zijn enorm goede bulldozers. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste geologische krachten die we hebben op aarde. En het landschap eigenlijk in Nederland, maar ook ten noorden van Nederland, ten zuiden van Nederland ook, maar ook op het Antarctisch gebied. Het landschap wordt eigenlijk gevormd door gletsjers. En je ziet hier heel duidelijk hoe dat werkt. Daar waar die gletsjers samenkomen, daar wordt rotsmateriaal en puin wordt afgeschraapt van die bergen. En je krijgt hele grote transportbanden van puin over dat ijs. En dat puin dat wordt aan het einde van de gletsjer neergelegd. En wat je dan krijgt, dat zijn eindmorenes, ook wel stuwwallen genoemd. En tijdens de ene laatste ijstijd, dus zo'n 150.000 jaar geleden, toen kwamen de gletsjers ook tot in Nederland. En de Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld, maar ook de Veluwe, zijn stuwwallen die herinneren aan het feit dat ook hier het ooit een hele ijzige toendra is geweest. Er zijn een paar plekken in de poolgebieden die ontsnappen aan die bulldozers. En dat zijn de allerhoogste bergpieken die we hebben. Die bergpieken, de wanden daarvan, die zijn zo steil dat alle sneeuw die daar opvalt als een lawine naar beneden valt. En het krijgt dus geen kans, die sneeuw, om een gletsjer te vormen. En daardoor blijven die bergen in stand. Terwijl aan de voet van die bergen, daar komen en gaan die ijstijden. En worden ze aangevreten door de gletsjers die komen en gaan in de geologische tijdschaal. Die bergpieken, die eenzame bergpieken in die vlaktes van ijs, die noemen we Nunataks, met een woord uit de Eskimo-taal. En de Amerikaanse componist John Luther Adams, tijdgenoot ook van Karen Tanaka, die heeft in 2007 een muziekstuk gemaakt dat Nunataks heet. En ik hoef u eigenlijk helemaal niet uit te leggen hoe hij die wereld heeft verklankt van zo'n vlakke, ijzige stilte met die hele scherpe Nunataks die daaruit oprijzen.
Deze Nunatax hier achter mij, die heb ik zelf gezien onderweg naar de veldwerklocatie waar ik onderzoek heb gedaan. En wat voor onderzoek hebben we daar nou precies gedaan? De wereld is de afgelopen 150 jaar ongeveer een graad warmer geworden. En dat komt voor het allergrootste deel door de ophoping van broeikasgassen in onze atmosfeer, die de warmte beter in de atmosfeer kunnen vasthouden. Maar de poolgebieden die warmen sneller op dan het wereldwijde gemiddelde. De Noordpool warmt op met een tempo van ongeveer 2 à 3 keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. Het is daar zo'n 2 tot 3 graden warmer geworden in de afgelopen tientallen jaren. En op Antarctica is een heel interessant gebied, want daar is het namelijk ongeveer 3 graden warmer geworden in de afgelopen 70 jaar. En dat heeft nogal een effect gehad op de gletsjers aan de zijkanten van Antarctica. Dan zal ik zo meteen vertellen hoe dat zit. Want een gletsjer die van een berg afstroomt naar beneden, die komt in steeds warmere lucht terecht in het dal, waar het warmer is dan boven op de toppen van de bergen. Ja, en daar gaat op een gegeven moment dat ijs smelten. En zodoende is er aan berggletsjers, bijvoorbeeld in de Alpen of in Alaska, altijd een einde waar het zoveel smelt dat de gletsjer niet verder kan groeien. Maar op Antarctica werkt het een heel klein beetje anders, want daar is het zelfs op zeeniveau nog zo koud dat die gletsjers niet wegsmelten. En wat er dus gebeurt, is dat die hele plak ijs met een dikte van tussen de 400 en de 900 meter in zijn geheel de oceaan opstroomt. En die drijvende delen van de ijskap van Antarctica, dat noemen we ijsplaten. En in een gebied in het noorden van Antarctica, wat ten zuiden van Zuid-Amerika ligt, daar zijn in de afgelopen 70 jaar ongeveer 20% van al die ijsplaten verdwenen. Juist in dat gebied waar de opwarming van Antarctica het grootst was in die tijd. En als we dan gaan kijken naar satellietbeelden van het opbreken van die ijsplaten, dan zien we dat dat echt op een, nou ja, voor gletsjerbegrippen catastrofale manier gebeurt. Want daar links, daar ziet u een plaatje van een ijsplaat. Is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Hè? Dat moet u er ongeveer bij voorstellen. En dit is eind januari 2002 en dit is midden februari 2002. Dus deze foto's zijn zo'n 3 weken van elkaar genomen met een satelliet. En links zie je de ijsplaat nog intact en rechts zie je dat die in duizenden stukken uiteen is gebroken. En als je heel goed kijkt naar het plaatje op de linkerkant en we kunnen een beetje inzoomen en we pakken een foto van een andere satelliet, dan zie je als je heel goed kijkt, volgens mij heb ik hier ook een pointer bij, is dat zo? Ja, oh, het is wel heel zwak. Ziet u dit? Ja, hier zitten allerlei meren en kleine smeltwaterriviertjes. En de hypothese is dat al dat smeltwater voor zoveel druk heeft gezorgd dat die ijsplaat onder de druk van al dat smeltwater in die duizenden stukken uiteen is gebroken. En dus was de vraag, waar komt eigenlijk de energie voor al dat smeltwater vandaan? Nou, naar Antarctica toe en uitzoeken. Met weerballonnen, met weerstations en ook in de sneeuw kuilen graven en met een apparaat meten hoeveel water er zich eigenlijk precies in die sneeuw bevindt. En wat bleek, nadat we 4 weken lang daar in een tentje hadden gezeten en elke dag van dit soort kuilen hadden gegraven en de weerstations hadden uitgelezen, de meeste smelt die treedt op als de wind uit het westen komt. Hè? Denk je, hoe kan dat nou? Nou, daar is een hele goede verklaring voor. Want die ijsplaat, die ligt hier aan de leizijde van een heel groot berggebied. En die wind die waait uit het westen en die botst dan eigenlijk hier tegen de bergen aan. Daar sneeuwt het heel hard, daar is het vaak heel slecht weer. En die lucht die wordt dan over de bergen heen getild en aan de andere kant is die lucht uitgesneeuwd. En daar is het dus mooi weer en die lucht die daalt dan van de berg af naar beneden en tijdens het afdalen warmt die heel erg op. En dit is een fenomeen dat als je skiet, dan ken je dit, dat noemen we namelijk föhn. En die föhnwinden die zorgen bijvoorbeeld ook in de Alpen ervoor dat als het heel slecht weer is in de Italiaanse Alpen, dan is het in München soms midden in de winter wel 15 of 20 graden. Of andersom, als het aan de noordkant van de Alpen heel erg hard sneeuwt, dan heb je op de Po-vlakte vaak heel erg mooi en zonnig weer. En wat blijkt nou als je een analyse gaat doen van de weerkaarten van de afgelopen 70 jaar en je gaat daar statistiekjes van maken, dan zie je dat het veel en veel vaker uit het westen is gaan waaien in de afgelopen 70 jaar. En dat heeft waarschijnlijk, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan, te maken met het gat in de ozonlaag.
En zo kun je verklaren waarom precies in dat gebied van Antarctica de opwarming zo snel is gegaan. En er in die afgelopen 70 jaar dus op precies die plek die ijsplaten zijn verdwenen. We gaan qua muziek zometeen afsluiten met Debussy. En Debussy kent u misschien, of ken je misschien, is een componist die leefde aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw. En we noemen hem een impressionist, omdat hij impressionistisch schilderde, net zoals bijvoorbeeld Monet of Renoir. Dus de muziek, de schilderachtige muziek die hij probeerde over te brengen, ja, die lijkt een beetje op dit soort schilderijen, maar dan verklankt. En dat muziekstuk wat u gaat horen, dat heet Ce qu'a vu le vent de l'Ouest, oftewel wat de westenwind heeft gezien. En op Antarctica heeft die westenwind, voordat hij over die ijsplaat gaat waaien, woeste zeeën gezien. Golven tot 10, 15 meter hoog, windkracht 11. Vrij spel heeft de wind daar op die oceanen. En die woeste wereld die gaat u zometeen ook horen in die prelude van Debussy. Maar dat muziekstuk is misschien ook wel een metafoor voor waar het ijskaponderzoek zich op dit moment in bevindt. In woelige tijden. Want recent zijn er een paar studies verschenen die suggereren dat van die 55 meter zeespiegel die daar opgeslagen ligt, er misschien deze eeuw al wel 1 of 2 meter van in de oceaan terechtkomt. Maar misschien ook niet. En daar is nog heel erg veel onzeker over, maar de stakes are high, zeker voor ons land. Dus het is van belang om dat onderzoek te blijven doen. En juist door die veranderingen in het Noordpoolgebied blijf ik zo enorm gepassioneerd voor die poolgebieden. En denk ik dat het belangrijk is om dat onderzoek te blijven doen, om goed geïnformeerd besluiten te kunnen nemen over waar we met het klimaat in de toekomst naartoe gaan. Want die poolgebieden die zijn het waard om gekoesterd te worden.
Ralf van Raat en Peter Kuipers-Munneke. Dank jullie wel.